Het moment is aangebroken om afscheid te gaan nemen van onze brandweerrode Polo 1.0 TSI duurtester. Een Highline Business met airline pakket. In mei heeft Stefan hem uitgebreid aan jullie voorgesteld. Inmiddels zijn we een maandje of 6 en ruim 20.000 kilometer verder. En aan mij de taak om de balans op te gaan maken. Eind 2017 deed ik de introductie van destijds de nieuwe Polo. Ik was in de buurt van Hamburg en ik reed notabene met dezelfde motor, die 1.0 TSI 95 pk. En toen riep ik al zoiets in de trant van nou, dit zou best wel eens een succesvol modelletje kunnen worden, die nieuwe Polo. Nou ja, en wat is gebleken? Het werd de best verkochte auto van 2018. En als de Model 3 er niet was geweest, was die ook in 2019 waarschijnlijk bovenaan geëindigd. Hij scoort notabene beter dan de Golf, natuurlijk eigenlijk van oudsher een beetje Volkswagen's bestseller in Nederland. En ook dat is logisch, want inmiddels heeft de Polo een beetje het formaat gekregen van een Golf van een paar generaties geleden. Nou, hoe groot of klein die verschillen precies zijn, dat hebben we ook uitgezocht. We hebben er een Golf 4 bij gehaald uit 2002, om te kijken inderdaad, is de huidige Polo de Golf van toen? Nou, wat hebben we verder gedaan met deze Polo? We hebben hem getest tegen zijn neef, de Seat Ibiza. Kleine verschillen natuurlijk, want in de basis dezelfde auto. Maar toch kwam die Polo net als beste uit de bus. En ook autokopend Nederland heeft blijkbaar een duidelijke voorkeur voor de Polo ten opzichte van de Ibiza, want die verkoopt echt beduidend beter. Vervolgens hebben we nog in een multitest gegooid met een Clio, een Fiesta en een Micra. De nieuwe Clio. Dus ja, dat was een pittige confrontatie op voorhand, maar onder de streep bleek toch dat die Polo ja, toch wel het beste pakket bood. En dan zou je zeggen, maar is die niet veel duurder? Want dat was natuurlijk altijd in het verleden een beetje de standaardklacht bij Volkswagens. Ja, prima auto's, maar altijd flink duurder. Nou, dat valt dus wel mee bij de nieuwe Polo. Collega Frank die maakte nog een op en neertje naar Wolfsburg om daar kennis te maken met de Volkswagen ID3. Dus heel veel autobaankilometers, plankgas, 195 haalt hij op de teller volgens Frank. En opvallend is dat ondanks al dat getrap en geplank, we een verbruik realiseerden van 6 liter op de 100 kilometer. Nou, dat is best netjes voor zo'n driepittertje. En dat verbruik is sowieso wel een sterk punt van de Polo. Want als we over de hele testperiode kijken, die ruim 20.000 kilometer, zijn we uitgekomen op zo'n 5,5 liter op de 100 kilometer. Dat is 1 op 18 ongeveer. Dat ligt weliswaar onder de fabrieksopgave, maar als je dan bedenkt dat er zo'n beetje elke dag iemand anders met deze auto rijdt, dat we er allerlei verschillende klussen mee doen, dat die wordt gebruikt voor de fotografie met de achterklep open, met de fotograaf en de cameramannen achterin. Als je dan nog steeds een gemiddeld verbruik van 1 op 18 haalt, is dat gewoon hartstikke keurig. Ja, wat dan eigenlijk opvallend aan deze Polo is, is dat die zo heerlijk onopvallend is, even afgezien van de kleur. Het is een echte Volkswagen Polo. Hij steekt nergens boven het maaiveld uit, maar hij doet ook echt helemaal niks verkeerd. Het is de ultieme allrounder. Hij is comfortabel, hij is ruim, hij heeft voldoende power, die 95 pk. Het houdt niet over, maar het is ook nooit te kort. Dashboard, afwerking, alles zit erop en eraan. Het zit goed in elkaar. Minpunten? Nou ja, weinig eigenlijk. In het logboek zagen we een paar notities van mensen die vonden het navigatiesysteem wat onlogisch. En dan met name de projectie van de kaart. Nou ja, die kun je inderdaad hier in het midden projecteren. Maar je kunt hem ook in het instrumentarium voor je neus projecteren. En die switch is inderdaad soms wat onlogisch. Maar ja, dat is eigenlijk dus meer het gevolg van de vele mogelijkheden die het multimedia systeem biedt. Klein laatste puntje. Ja, of het echt een minpuntje is, ja, eigenlijk wel. Want het is een soort constructiefoutje zou je het kunnen noemen. Als je achteruit inparkeert en je hebt je stuur volledig uitgeslagen en je rijdt achteruit, dan hoor je een soort kloink. We laten het maar kloink noemen. Ergens voor in de voorwielophanging. En het grappige is, het opvallende is, de Ibiza waar Cornelis deze auto tegen getest had, die had dat ook. Dus het lijkt sterk dat dat een soort van producteigenschap is. Geen goede producteigenschap, maar een producteigenschap. Het is niet hinderlijk, er gaat niks kapot, maar het is toch wel even het vermelden waard. Conclusie,
dit was ja, een aangename gast. Een fijne logee. Iemand die je er goed bij kunt hebben. Hij is nooit luidruchtig aanwezig. Hij is er altijd. Hij doet wat hij moet doen. En dat doet hij goed. En dan is het ook begrijpelijk dat de Polo ja, gewoon een heel goed verkopende auto is geweest. En nog steeds is in Nederland. En nou, we zullen hem toch wel een beetje gaan missen.